Ik kom die club uit en het eerste wat ik zie is een politiebusje met Joost die. Slam. Bij mij hoor je elke werkdag tussen 6 en 10 met de ochtendshow op Slam. Dat is de ochtendshow met de meeste muziek samen met Giorgio. Joost is wakker. Ja, ja, de man doet de ochtendshow, dan ben je absoluut een koning. Ja, ik vind zelf die deep house dingen die je nu hebt echt heel erg te gek. Deep house, future house. Ik heb vroeger nog staan playbacken op K3. Op K3? Waarom vertelden die al die mensen allemaal dat soort dingen? Echt? Weg imago. Werken bij Slam is te gek omdat je merkt dat je zoveel mensen zo blij kunt maken met zulke vette muziek. Ja, en bijvoorbeeld Slam Koningsdag, dat je daar dan staat voor 25.000 mensen. Dat is echt kippenvel. Oh, drankjes. Ja, je zou mijn Slam-collega's eens moeten vragen naar drankjes en mij. Wij zijn op Mallorca geweest en Joost moest elke morgen om 6 uur programma maken. Ja. Maar Joost ging elke avond om 12 uur nog uit op Mallorca tot 5 uur. En dan met 1 uur slaap. Tot 5 voor 6. Tot 5 voor 6 inderdaad, ja. En dan een ochtendshow gaan maken. Kan niet. Kan je niet maken naar Nederland. Je bent niet echt een helft met bier. Nee, dat moet hij niet doen. Op kantoor lijkt het een hele vriendelijke, lieve. Ja, maar als er 3 bieren in ligt, jongen, nou, dan laat ik zelf ook arresteren ook, hè. Ik ging een keer op stap met het hele bedrijf. Toen eindigde ik om onverklaarbare reden in een politiebusje. Toen kwam de beste man 's ochtends bij het ontbijt ineens weer opduikelen. Niemand wist eigenlijk waarom. Nee, ik weet serieus niet waarvoor. Ik weet wel het verhaal, tenminste dat is het verhaal dat ik ken. Dat hij zo dronken was, dat hij een soort kronkel in zijn hoofd kreeg, dat hij zelf naar een agent is gegaan. Hij is toch in zo'n busje gegooid ook, toch? Ik of niet? Ik heb echt met broek gepist van het lachen, want ik kom die club uit en het eerste wat ik zie is een politiebusje met Joost die... Hashtag Free Joost hadden we toen in één keer, ja. En de volgende ochtend ging het verhaal dat het was omdat ik een politiepaard in zijn been had gebeten. Maar het bleek uiteindelijk ook niet, dat had hij in zijn hoofd, had hij dat verzonnen, geloof ik? Maar het is zo'n lieve jongen. Het is een hele lieve jongen. Ik hou meestal maar gewoon verstandig bij bier, dan kan er niet zoveel misgaan. Zodra de shotjes op tafel komen is het einde verhaal. Slam.